mensen, het is je boy RVL en jullie weten het wel. Nou, wij gaan met de dag starten met sporten. Zorg 1 dat je een handdoek hebt. Hier, een handdoek. Misschien over de vloer, misschien om eventjes je zweet eventjes op te tappen. En 2, zorg dat je water hebt bij je, vocht en zo. Oké, wat wij gaan doen is sowieso even push-ups doen en ga niet fanatiek gelijk zoveel doen. Als je kan, zou ik zeggen, leg het, doe het, snap je, push-up, toch, doe het. Pak het rustig, slowly aan en zorg dat je lichaam ook herstelling heeft. Dan gaan we even starten, mensen. En wil je meedoen? Mag je meedoen met mij? Achter het scherm, alleen maar love, toch? En dan zeg ik zo mensen, tot kijk. Oké, wat je gaat doen sowieso is zorgen dat je een ruimte gaat zoeken voor jezelf waar je goed geconcentreerd kan focussen op je training. We gaan niet fanatiek lopen pushen en gek lopen doen, snap je wel? We gaan het heel rustig opbouwen en zorgen dat je spieren ook genoeg herstel krijgt, weet je wel. Dus ik zal deze broek even uitdoen. Wow, oké, snel. Nou mensen, laten we starten. Met wat we gaan starten, sowieso eerst, is een normale push-ups. Dus we beginnen eerst langzaam, gewoon rustig aan. Zodat je je handdoek goed hebt gezet. En als het niet lukt, mag je het ook zo doen. Maar kijk wat van jullie het beste is, weet je wel. Dus doe niet wat. Dus we strekken ons handen. Je gaat heel langzaam naar beneden, weer naar boven. En dit hoef je maar, ja, ik zou zeggen als je 8 doet van 3, zet je goed, weet je wel. Is een totaal 6 van 24, is meer dan genoeg. En als je die normaal hebt gepakt, kan je bijvoorbeeld daarna een small doen. Maar dan ga ik misschien nog mee ineens. En misschien daarna als laatste een breed. En dan kijken we even verder mensen. Voor de medium. Voeten gestrekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, heb je die 8? Neem even pauze. Ga niet gelijk volop erin, want je gaat spieren volgende dag voelen, weet je. Neem je een beetje water, zorg dat je een beetje wat drinkt. Lekker. Heerlijk. En dan ga je weer verder, weet je. Tweede set van 8 en we moeten in totaal 3, dus we missen nog 8. Dus als ik in principe op deze 8 medium heb gepakt, dan gaan we even een andere set pakken. Dus je kan kiezen van medium naar small of breed. En ik raad aan om die breed toch als laatste te pakken. Het is voor wat je zelf eigenlijk kiest. Medium pakken. Zo weet je niet dat het niet small is, ook niet breed, maar dat het medium is. Sowieso een pijlvorm. Lichaam als een pijlvorm. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. 8, dat was het. Oké, dan ga ik gelijk medium versie.
En je hoeft niet per se een handdoek te zetten als jij het fijn vindt, dan doe je het met de handdoek, weet je wel. Als jij vindt de handdoek, ga je dat kun je gewoon weghalen. Oké. Ik ga nu voor small, dus zet ik mijn handen echt in een driehoek vorm. Zodat ik een goede positie sta. Zo, dat was lang geleden. Zo, dat was lang geleden. Als je lang niet hebt getraind, dan voel je het wel. Oké. Switch van small naar groot. Dat kan je ook. Het is wat jij zelf fijn vindt. We gaan even rustig blazen nog ook even. Anders gaan we te snel. Even diep ademhalen. En even uitblazen, mensen. Dan zal ik even zo. Oké, we gaan even verder, mensen. Kun je het hebben? Neem een glas water. Of even een pauze. Dan gaan we even verder. Weet je, verder knallen, mensen. Oké. Heerlijk. Oké. Dat was de tweede set van 8. Small. Oké, we moesten nog 1 set doen. Small. En 3 setjes van 8. Breed. En dan gaan we even verder met de dag. Verder hoe het dan verder loopt. Ik zal waarschijnlijk van de week nog een soort schema kijken. Hoe dat uit gaat zien. Maar we gaan het opbouwen met tijd. We gaan niet al dingen te rush-ups of alles te snel doen. We nemen alles wat we doen, nemen onze tijd gewoon. Oké. Zijn jullie klaar voor? Oké. Let's go. De laatste set. Small. Het hangt eraan wat jullie zelf van je vinden. En als je zegt, hey, 8 gaat mij niet worden, mag ook minder, mag ook 5. Zolang je gewoon die 24 vasthoudt, 24, 24 van medium, 24 van groot, 24 klein, weet je wel. Dus we pakken nog 1 kleine. En trouwkijkers, als jullie dit doen, jullie volgen mij, blijf me volgen. Je gaat zien hoe je lichaam gaat veranderen, weet je. Naar iets moois. Heerlijk. Oké, we hebben 9 deze keer gepakt. Ik heb hem even zelf gezegd. Gooi nog eentje even doorheen. Maar dat is goed. Als beginner, als je dit gaat doen, zou ik wel zeggen, neem je tijd. Ja, ga jezelf niet. Hoe moet ik het zeggen? Ja, dat het makkelijk is of. Snap je? Ik zou echt rustig je tijd nemen. Zorg dat je jezelf echt opbouwt in die dingen, dan komt het goed. Als jij gewoon spieren wilt hebben, kan allemaal komen, weet je wel.
Dus we gaan de laatste set nog even nog doen. Dan even in de kamer gaan. Even een korte pauze. Zodat je wat drinkt. En het is nu dat je zo even rekt. Of eventjes deze oefeningen doen. Even iets anders even. Anders heb je kans dat je armen te vol gaan raken, weet je wel. En dat willen we niet. Wat je ook kan doen, als jij het hebt. Ik zou even iets bijpakken. Okay. Je kan dit pakken. En je kan ook een sjaal pakken. Het is wat je zelf vindt. Kijk, ik heb een spiegel daar zo. Dus ik moet zelf echt bedenken dat ik die spiegel niet kan raken. Dat is deze oefening. En dan draai je gewoon rustig. Je hoeft het niet te snel te doen. Het gaat om dat je je spieren eventjes ook tijd geeft. Tot onder je navels. Nou, even weer terug en dan rustig laten vallen. Gewoon rustig. Je hoeft het niet te snel te doen. Gewoon relax, weet je. En dan kan je zelf zeggen, kiezen van ik draai even naar. Nog staan we even zo. Rustig naar achter. Boven je kont. Weer terug. Boven je kont. Weer terug. En je kan hem zo houden, dat je weer terug gaat. Je kan ook kiezen om helemaal tot je boven, onder je buik, te gaan weer terug. Doen we zo 8 keer 10. Dat is gewoon eventjes een oefening voor je lichaam. Dat je geen stijve spieren krijgt. Heb je jezelf een beetje uitgerekt? Ben je weer flexibel aan je schouders en zo? Dan zeg ik, nou, we gaan weer verder even met de oefening, mensen. Grote, ongeveer zoiets. Als je het niet kan, maak het iets kleiner. Het is niet erg. Iets kleiner, dus nu pak je hem gewoon medium ook. Je moet kijken wat zelf fijn vindt en wat bij jou past. Oké, wij gaan vergroot. Komt een beetje. Oké, vanaf. Net niet dat je de grond raakt. Iets boven. Hier zo. Dat 8 keer. Oké, 10 setjes gedaan. Deze pakken we even gelijk door. Oké, we gaan even verder, mensen. Oké. Een setje van 8 of 10. Jullie mogen kiezen. En als het niet lukt, mag ik 5. Het is wat je fijn vindt. En ik blijf het herhalen. Je moet jezelf niet eerst een paar keer pushen. Zorg dat je eerst conditie opbouwt. En de rest komt vanzelf al. Oké. Zijn jullie klaar, mensen? Zorg dat je even goed ademhaalt voordat je start. Dus nu drink je even het water even. Vocht is goed. En hoe vaak zal ik jullie aanraden om deze sessies te pakken? 1 keer in de week. Ga je met me mee? Elke week. Het maakt niet uit welke dagen, zolang je 1 keer in de week deze oefening pakt. We gaan de laatste set nog pakken even. De breed vorm. Oké, ik ga weer voor 10. Oh, yes, mensen. 10. Ik ben er blij mee.
Nou mensen, dat was het. Dat was niet moeilijk. Dus we hebben ons meerdere setjes gepakt van push-ups. Kleine setjes gepakt. We hebben grote setjes gepakt. Als je een medium pakt, dan pak je medium voor je borst. Als je klein pakt, dan pak je ook dit stukje, maar ook van buitenkant. Pak je breed, dan pak je gewoon ook heel dit set boven. En doe dit elke één keer in de week, deze oefening. En dat past bij jou, zou ik zeggen. Ga ervoor. Als je conditie hebt, doe het. Eén keer in de week daag ik jullie uit om dit te doen, weet je wel. En dan ga je zien hoe waarschijnlijk misschien mijn lichaam gaat transformatie. Kijk hoe mijn lichaam gaat transformatie van nu tot aan volgend jaar, hoe dat gaat uitlopen. Ik weet niet hoe dat gaat uitzien, weet je wel. We gaan het zien voor nu. Dan zie ik jullie tot de volgende vlog weer, weet je wel. En over dingen, vinden jullie leuk dat ik dit doe? En willen jullie meer van dit zien? Laat in de comments weten. En dan zeg ik sowieso tot kijk, trouwkijkers. Zo, dames en heren. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik zal even deze even afdoen voor me. Ja. Ik hoop dat jullie hebben genoten van push-ups, training een beetje. Het zal waarschijnlijk niet mijn laatste zijn van deze type vlog. Ik heb waarschijnlijk sowieso, als jij ambitie hebt, zou ik zeggen. En je wil lekker fit zijn, doe met me mee. Het is maar één keer in de week. Zal ik iets droppen van sporten. Daarom misschien nog een vlog daarna nog bij. Als jullie het leuk vinden. En van daaruit... Ja, ik wil niet te veel zeggen, want dan zeg ik te veel vrij. Als je ambitie hebt om te trainen, zou ik zeggen, sportief, doe maar mee. Eén keer in de week is het maar. Het neemt niet veel tijd, het is ook niet zoveel oefening. En dan ga je met mij samen mee opbouwen. Stukje bij stukje merken dat je wat atletisch wordt. Sportiever. En aanleg hebt en sportief blijft, weet je. Qua lichamelijk en fysiek. Weet je wel? Dan zeg ik, vergeet niet te liken, deel met je vrienden. Hey, laat even wat in de comments achter. En dat zeg ik. En dan zeg ik mensen, peace out. Go hard.